gaan we dat meteen terugzien in die beginfase. Dat Feyenoord erop klapt en strijd levert. Het zou een enorm contrast zijn natuurlijk met afgelopen woensdag. Maar over die pot hoeven we het niet meer te hebben gelukkig. Niet meer over Heerenveen Feyenoord. Want we zijn begonnen aan Feyenoord PSV. Geertruida doet heel makkelijk met de Braziliaan Mauro Junior. Nu dan die voorzet geven. De eerste kans van de wedstrijd kan hier voor Feyenoord komen. Hier komt de goal misschien. Ja! Diemen! Mark Diemen schiet gelijk de eerste de beste aanval raak. Na een prachtige actie van Lucero Geertruida. En Feyenoord komt op voorsprong tegen PSV. Daar waar PSV in de eerste 5-6 minuten voortdurend balbezit heeft, Feyenoord er één keer uitkomt. En Mark Diemen met zijn tweede. In de vorige thuiswedstrijd scoorde hij ook tegen AZ. Toen verloor Feyenoord. Maar nu tegen PSV de snelle voorsprong dankzij Diemers. Ik zou zeggen nu de nul houden. En dan gaat Feyenoord van PSV winnen. Feyenoord 1, PSV 0. Diemers aan de linkerkant van het veld. Meegeven aan Malasia. Maar dat gebeurt in eerste instantie niet. Berghuis geeft hem dan mee aan Malasia. Linssen geeft bij het spel. Dan moet het 2-0 worden. De redding van Mavogo. Wat een kans voor Feyenoord. Een prachtige, prachtige steekbal op Linssen. Feyenoord nog altijd met balbezit. Het Haps voorzet, weggekopt door Sangaré. Haps kan het misschien van afstand proberen. Met rechts, nee, opent naar de buitenkant. Daar staat Steven Berghuis. Berghuis, schiet er dan maar, jongen. Berghuis krult hem in de kruising! Ja! Via de binnenkant van de paal, daar is het op. Het was Steven Berghuis. Feyenoord 2, PSV 0. Wat gebeurt er hier vandaag? Wat een prachtig doelpunt is het ook. En waar het heel veel tegen zat, zit het nu mee. Want hij slaat via de binnenkant van de paal tegen de net aan. En kijk, die PSV is eens kijken. Wat overkomt ons toch hier in die Rotterdamse Kuip. Feyenoord 2, PSV 0. Mooi om te zien, die verbeterheid bij Feyenoord. Dat echt als team functioneert. Nu wel oppassen als Sahavi helemaal vrij staat en hier 2-1 gaat maken. Nee, de redding van de doelman. De redding van Marsman. Een 100% kans voor Sahavi. En weer slordig Mauro. Goed, Feyenoord nu een omschakeling. Proberen gevaarlijk te worden door die bal in één keer naar Diemers mee te geven. Dat gebeurt. Aan de rechterkant is er de ruimte bij Toornstra. Dat wordt gezien. Toornstra, gaat hij er wel meegeven? Linssen, komt hij in de derde? Komt hij in de derde? Linssen! Mooi! En wat voor een Brian Linssen met het stiftje. 3-0 voor Feyenoord. Wat een mooie aanval. Over Mavogo. En kijk, die PSV'ers eens naar elkaar kijken. En natuurlijk wordt er nog teruggekeken of het geen buitenspel was. Nou, ik denk van niet, maar dat wordt wel teruggekeken. Maar wat een mooie treffer is dit. En wat verdient Brian Linssen het, die echt als een paard werkt. En natuurlijk gaan we kijken of het geen buitenspel was. Ik denk het niet. En dat dit een rechtsgeldig doelpunt is. Brian Linssen met het wippertje. Feyenoord met 3-0 voor. Wat een ongekende wilde. Wie had dit van tevoren kunnen denken? En al die PSV'ers die goed kunnen koppen mee naar voren. Alleen Jordan Theze blijft achter. En dan is de muur daar op afstand. En gaat, denk ik, Philip Max die vrije trap nemen. Overleven is het voor Feyenoord. Dit moment overleven. Geen tegengoal, want iedereen is terug. Daar komt hij voor vanaf de linkerkant. Het is wel een tegengoal. Het is de 3-1. Sangaré. Sangaré kan zijn kop tegen die bal aan zetten. 3-1 na 10 minuten spelen in die tweede helft. Die valt voor onze gemoedsrust te vroeg in deze tweede helft. Die hoekschop, Bottegrien kopt hem. Ja, dat is Malen die de 3-2 moet maken. Oh, wat een redding weer van Marsman. Als Malen een hele grote kans heeft hem ook goed in de hoek schiet. Maar prachtige red zeg van Marsman. Of gaat PSV nu toeslaan met Iatar het schot? Die gaat door erin! Marsman weer! Marsman haalt hem uit de hoek. Het strakke schot van Mo Iatar. En de basis voor die overwinning is in de eerste helft gelegd. Toen Feyenoord 3 keer wist te scoren. Weliswaar via omschakelvoetbal. Maar niemand maalt erom. Het gaat om het resultaat. En Feyenoord wint de topper van PSV met 3-1.